Uh, hoe hard komt deze nederlaag aan? Ja, dit is wel de hardste van het seizoen. Dit is uh, wel een domper, trouwens. tegen een goed Utrecht, goede spelers uh, bijna alle posities. Wel sneller uh, dan ons, uh, fysiek goede jongens. Alleen ja, ja ik, ik dacht hey, op een gegeven moment je voelt al dat we het lastig hebben, maar dan komen we op 1-0. Ik denk dat nou is nou klaar. Mooi in de rust uh, en dat is zonder dat je 1 minuut voor tijd of 45 minuten die goal tegen krijgt. Want dat merk je ook in de rust. Hè. Dan is het eigenlijk stil. En ja, wat is ons nu weer gebeurd? Mm. Hè, en dat, dat komt er nu een beetje in. En dan zijn we angstig. Tweede helft zijn we angstig. Dat is eigenlijk zonde. Hoe uh, moeilijk is dat om dat, om, om dat eruit te halen? Ja, dan moet je eens een keer, moet je eens een keer twee, drie keer de nul houden. Hè, dat hij niet zo in één keer erin vliegt. Maar dat is, dat is niet zomaar een knopje draaien en het gebeurt. In de eerste helft zag je ook als we hoog zaten. Ja, dan hadden we het lastig. He, maar als we laag zaten, hadden we het ook lastig. He, want dan kwam die back binnendoor, door. Dus dan moet je heel veel keuzes maken. En dan komt Milan eigenlijk linksback te spelen. Dus dan, dan kom je eigenlijk ook in een hele gekke situatie. Nou ja, ik was blij met die 1-0. Mooi goal, Jeremy. En, en dan denk je, oké, okay, dit moet ons ook vertrouwen geven. Alleen ja, de manier waarop die goal tegenkrijgen, dat is op dit moment zo dodelijk. He. Ook na afgelopen week. Ja, dat, dat vreet aan de ploeg. Ik had je graag uh, willen feliciteren natuurlijk, want wel een hele mooie goal gemaakt uh, vandaag. Maar ja, daar koop je dan niks voor, hè? Nee, ja, uh, ik was natuurlijk uh, op dat moment heel blij. Uh, je maakt de 1-0 dan denk je, uh, nou, we gaan het uh, naar 2-0, 3-0 bouwen. Het is natuurlijk een heel, moment, heel, mooi, heel mooi moment daar. Uh, maar ja, dan uh, slaat het in één keer heel toe uh, dat je in een keer 4-2 verliest. Dus dan, uh, ja, dan uh, is het eigenlijk uh, voor niks geweest. Je komt uh, nog terug tot uh, 2-3 op een gegeven moment. Dan denk je van er is weer wat hoop. Het stadion erachter. En dan ja, gebeurt eigenlijk weer. Het is een repeterend verhaal. Ja, we hebben uh, een ingooi tegen. Ik weet zelf ook niet meer uh, hoe snel dat ging. Uh, dus ik, uh, ik kan er ook niet veel over zeggen. Maar uh, ja, ongelooflijk. Um, ja, dan is het doodstil denk ik in, in de kleedkamer. Um, wordt er nog iets gezegd? Uh, nou ja, dat was het. meer. Uh, we waren allemaal heel erg stil. En uh, ja, we moeten het gewoon uh, tegen elkaar gaan, gaan zeggen. En uh, iemand moet uh, de leiding gaan nemen. En we moeten dit gewoon oppakken. En uh, zo snel mogelijk gewoon wedstrijden gaan winnen. Ja, je, je merkt nu de angst in voetballen. En wat nu gekomen is ook na de drie goals van afgelopen week. Hè? En dan zit je er even op. Maar dat moet ook, hè? want dat kan natuurlijk niet. Maar dat wilden de jongens ook. Maar nu merk je na die 1-1 ja, dat in één keer de boel wegzakt. Dat er echt angst ontstaat. Nou, dan, mo dan moeten we uh, uitklimmen hè? en dat, dat moet eigenlijk met een paar keer de nul houden. Alleen dat is op dit moment lastig, maar dat gaat wel gebeuren. Je hebt uh, de jongens ook zelf even laten praten, zei je hè? na de wedstrijd. Ja, maar ik moet niet altijd de voorstander schreeuwen. Dat kan niet, want dan denken ze ook, ja, dat, dat luister ik niet meer naar. Dus dan, 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 dan heb ik ook eens een keer niks gezegd. Hè? En dan moet het ook uit de jongens zelf komen. Het moet eerst even op gang komen, maar dan komt het toch wel wat. Ja. Dat is dan wel ook weer een proces wat goed is om te zien. Ja, ik vind, ik vind dat we ook nou met elkaar bezig moeten zijn. Dat je afspraakjes maakt met elkaar. Uh, wat doen we als dit gebeurt of dat gebeurt? Nou, en als iemand niet, niet meeloopt, dan moet je hem ook bij zijn kop pakken. He, of niet instapt, of niet doordekt. Nou ja, daar, daar moeten de jongens het zelf over hebben. He? En, en, uh, maar, maar daar horen wij ook bij. He? Het is één geheel, dus we gaan door de ondergrens met z'n allen. Uh, en daarom pas ik goed op mijn jongens. Want, want uh, op trainen het is het altijd keuren netjes. In wedstrijden hebben we het even moeilijk, maar het is meer de angst die erin zit. Heb je vertrouwen erin dat we hier weer uit kunnen komen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk komen we hier weer uit en tuurlijk gaan we dit seizoen nog prachtige dingen beleven. Ja, alleen nu zitten we even in een fase. Ja, dan moeten we knokken. Ja, dat is ook wel goed.